Voor Jacob Veenstra komt over 2 weken een droom uit. Hij mag op 8 oktober meedoen aan de Ironman op Hawaii, de bakermat van de triathlon. De atleet begon zijn avontuur 7 jaar geleden, toen hij tijdens zijn revalidatie van een zware rugblessure werd gegrepen door het triathlonvirus. 7 jaar geleden heb ik mijn eerste triathlon gedaan. Nou, toen was het een uitkomst van een revalidatie. Toen was het ook nog heel recreatief, maar het virus kreeg me te pakken. En nou ja, dat werd elk jaar een stapje meer. Nou, als een heleboel triatleten, en ik zeker, droomde al snel van de triathlon op Hawaii. Daar is waar het allemaal begonnen is. Meer dan 30 jaar geleden. Dat is wat allemaal gebeurt, dat is het WK. En daar had ik dus ook mijn zin op gezet. En daar heb ik elk jaar ook aan gebouwd. De wedstrijd op Hawaii is het officiële wereldkampioenschap op de hele triathlon. 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,2 kilometer hardlopen onder tropische omstandigheden. De omstandigheden zijn daar behoorlijk zwaar. Dus we praten over temperaturen boven de 30 graden. En nou ja, het weer kaatst ook nog wel wat op het asfalt en de lava, want het is echt een vulkanisch eiland. Hoge luchtvochtigheidsgraad, 80% of meer. En op de fiets rukwinden tot 100 kilometer. Dus ja, we gaan het meemaken. Grote uitdaging. Aan de Ironman op Hawaii mag je niet zomaar meedoen. De atleten moeten zich kwalificeren. Dat lukte de oud-marinier dankzij een prima triathlon in Frankfurt. 8:55 over, dus 8:55. was een 18e plek overal, ook tussen de profs. En ik was 3e amateur. Dus ik heb een mooie bronzen EK-medaille in mijn huis mogen nemen. De triathlon is een voortdurend gevecht met jezelf. Ik loop niet over van talent. Ik heb natuurlijk wel wat. Maar ik moet het vooral hebben van heel hard werken. En ja, dat kan ik wel. Doorzettingsvermogen en het mentale aspect. Kijk, in deze sport, het maakt niet uit hoe goed dat je bent. De laatste uur, de laatste 2 uur, dat is een mentale kwestie. En hoeveel pijn kun je jezelf doen. En goed, daar ben ik wel goed in. De afgelopen jaren heeft hij na zijn fulltime baan bij Plaza Sportiva 15 tot 25 uur per week getraind om zijn doel te bereiken. Op het strand van Kona moet hij zich houden aan de belangrijkste basisregel van de triathlon. Dan moet je jezelf controleren op de fiets. En dat zal op Hawaii de grootste uitdaging zijn. Het is heel verraderlijk met de winden. Het is verraderlijk met de hitte. Ja, en die marathon komt er nog aan. Dus je moet niet te veel energie verspelen. Je bent een Fries, maar ben je nu ook al een Groninger geworden door dit mooie landschap? Ja, dit mooie landschap is natuurlijk fantastisch. Dat motiveert extra bij al die trainingsuren. Ik woon nu al 9 jaar hier in Groningen. Het is natuurlijk fantastisch. Kijk om ons heen, je hebt het zo net gezien. De weilanden, et cetera, de harde wind, dat bereid je goed voor. Ik heb het betrouwbare bron vernomen dat het je ook voorbereidt op de klim. Dus daar ben ik hartstikke blij mee. Prachtig landschap. Dinsdag vertrekt Veenstra samen met zijn vrouw naar Amerika. Hij zal de 2 weken voor de start nodig hebben om zich aan te passen aan de jetlag. De fiets en het andere materiaal staan al klaar voor het grote avontuur. Eindtijd van onder de 9 uur zal lastig worden, want de omstandigheden zijn een stuk zwaarder dan in Europa. Ik heb in Zwitserland 2 jaar geleden 9:24 neergezet. Dat was niet zo'n goede wedstrijd, maar ik hoop dat ik daaronder blijf. Nou, dan doe je het al vrij goed, maar veel hangt af van de omstandigheden. Hoe hard waait de wind, dat bepaalt eigenlijk hoe snel dat de eindtijden zijn. Dus keiharde tijden ga ik niet noemen, maar voor een plek bij de eerste 100, dat is in ieder geval de bedoeling. En alles wat daar meer gaat, dat pak ik graag met beide handen vast.